controleren of wordt er meer verstuurd? Nou, we zijn ook intensiever gaan controleren. Dit kabinet heeft ook extra geld daarvoor voor uitgetrokken. Ik denk dat het heel belangrijk is, want we zien ook echt wel de gevolgen van alle drugs. Niet alleen deze ecstasy-pillen, maar ook de cocaïne die dat in onze samenleving heeft. Bijvoorbeeld de jonge drugs, de drugsrunners, de uithalers uit de containers. Ja. Maar we zien ook bijvoorbeeld op het platteland vaak dat in boerenschuren ook drugslapsen zijn. Ja. Zijn dat de producenten van de pillen die dan per brief worden verstuurd? Ja, dat kan. Die worden inderdaad dan in Nederland geproduceerd en die worden in kleine hoeveelheden naar het buitenland geëxporteerd. Dat is vooral naar de Verenigde Staten en Australië toe. Ja. En daar moet je gewoon bij zijn. Dus er wordt heel veel post nu vanuit Nederland verstuurd wordt gecontroleerd om dit op te sporen. 27.000 keer dus brieven onderschept waar die pillen in zaten. Hebt u enig idee van de totale omvang? Nee, dat is altijd moeilijk in te schatten. We kunnen wel zien dat dit een verdubbeling is van de vangsten ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat komt omdat we intensiever zijn gaan controleren. Maar waarschijnlijk denken wij ook dat er bijvoorbeeld, omdat na corona toch ook weer meer feesten georganiseerd wordt, daar ook pillengebruik is. En dat is gewoon niet normaal. Ik vind ook dat we dat ook niet de norm moeten laten zijn. Want het zorgt voor heel veel ellende in onze samenleving. Ja.